Goedemorgen. Er is geen vlog geweest de afgelopen anderhalf week, dat klopt. Daar heb ik de reden voor dat ik vorige week, dus voor mij vorige week, voor jullie 2 weken terug, best wel een drukke geplande week had. En deze week voor mij, dus voor jullie afgelopen week, ben ik 3 dagen op vakantie geweest naar Dinant in België. Of iets wat ik vakantie kan noemen. Ieder voor zich. Maar we zijn heerlijk lekker 3 dagen naar Dinant geweest. Wil je nou zien hoe dat is afgelopen? Check even de vorige video, want ik ga mijn 3 TikTok vlogjes aan één binden. Om daar zo een vlog uit te krijgen die ik in ieder geval wel op YouTube kan blazen. Hoe we het daar hebben gehad, want het is er echt super geweest. Nu is het thuis. We zijn gisteren einde van de middag thuis gekomen. Livia is nog bij mijn ouders, dus we zijn vandaag nog kindloos. Dat vind ik stiekem wel even lekker. Dus nee, maar Tommy is uiteraard wel. Ook die is bij mijn ouders geweest, maar die is wel thuis gisteren. En Livia die slaapt daar nog lekker een nachtje. Want vandaag zit er een leuke dag op de planning. Wij gaan namelijk vanmiddag naar de Efteling toe. Naar de avond Efteling van 5 tot 10 s'avonds. We hebben er super veel zin in. Mijn vader heeft er super zin in. Ik heb er super veel zin in. Wij kunnen echt niet wachten. Dus dat is de bedoeling. Ik heb heel veel zin om die slaap nog lekker. Dus die laat ik ook lekker liggen. En ik ben inmiddels wakker. Het is 7:45. Ik heb echt klokje rond geslapen. Ik ben gisteren om 7:00 in mijn bed gegaan. Dat was echt nodig, want we hebben gewoon in Dinant weinig geslapen. Ik ben helemaal uit focus. Ja, nee, we hebben in Dinant bijna niet geslapen. Omdat we daar gewoon, de bedden sliepen daar gewoon niet heel erg lekker. En uiteindelijk zijn we de dag daarna, je zal het in de vlogje zien, op de bank gaan slapen. Nou, daar heb ik ook niet helemaal goed geslapen. En ik moet zeggen, zo'n lange autorit sloopt je echt wel hoor. Dus vandaar dat ik echt wel klokje rond heb geslapen. En ik moet zeggen, dat doe ik helemaal nooit als Livia er is. Maar schijnbaar ben ik nu een soort van een beetje gewend dat ze er niet is. Dus heb ik mezelf ook even die slaap gegund. En dat vind ik heel fijn. Dat is me heel goed bevallen. Dus ik ga een kop koffie drinken uit mijn pumpkin mok. Want ja jongens, het is herfst. Tenminste. Zondag is het 1 september. En ik vind dat je vanaf 1 september lekker over mag stappen op de herfstdingetjes. Althans, ik wel. Want ik ben helemaal verslaafd aan de herfst. Er komt ook straks echt weer van die leuke herfstdecoratie naar huis. En die leuke kerstdecoratie uiteindelijk. Ik kijk er al helemaal naar uit. Dus nu lekker een kopje koffie drinken. En lekker op de bank wakker worden met de tv aan. Gewoon heel chill. Lekker rustig. Tommy slaapt nog. Tom slaapt nog. Alles op het gemak. Zo, ga je ook al in de pieten? Kijk op afstand. Livia! Ja, nee. Zal toch wat meteen beter rijden? Ja. Nou, Livia krijgt een groot boel. Ja, die wil ik wel meenemen. Ja. Een grote. La 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 la. Ja! Ja. Goedemorgen, het is inmiddels een aantal dagen verder na die 3 beelden van de Efteling. Ik kwam er tot de conclusie dat ik de verkeerde batterij in mijn camera had gedaan en dus de camera leeg was. Ja, daar had ik dus helemaal niks aan in de Efteling helaas. Even wat licht creëren. Dus dat was jammer. Maar ergens ook wel een beetje te begrijpen. Ik doe even de deuren lekker op de haak. Want het is heel warm hier binnen. Mijn slaapkamer gaat zo ook lekker open. We hebben een klein probleempje. Dat houdt in dat mijn balkon onder water staat. We hebben de kaarsje door verstopping van de rioleringen hier in de flat. De hele eerste etage staat blank van de balkons.
Dus dat is echt een mega, mega nadeel. Maar ja, we doen er weinig aan. Dus goed is, wordt er vandaag naar gekeken. En daar hoop ik er ook wat mee gaan doen. Want het was nog wel een dingetje. Het is namelijk al vanaf afgelopen vrijdag dat we naar de Efteling zijn geweest aan de gang. Het is nu vandaag woensdag. Dus we zijn al bijna een hele week verder en er is nog steeds niks gedaan. Dus dat is jammer. En dat is ook heel vervelend. Dus ik hoop dat het gaat oplossen vandaag. Want we kunnen gewoon het balkon niet op. Omdat er gewoon zo'n laag water op het balkon staat. Mijn kleding staan helemaal onder water. Gelukkig staat de tuin zo op poten. Dus hopelijk komt dat gewoon goed. En anders dan moeten we nieuw gaan shoppen. Maar gelukkig zijn we ook wel verzekerd. Dus ook dit valt onder inboedel. Dus ja. Ik ga nu een bak koffie zetten. Het is inmiddels 8 uur 's morgens. Is het 8 uur nog steeds? Ja. Dus ik ga nu een bak koffie drinken. Ik ben vanmorgen wakker gemaakt door de hond om 7:30. Daar was ik niet zo blij mee. Dus die is net ook lekker uit geweest. Die heeft brokjes, die heeft water. Dus ik ga nu even een bak koffie drinken. En daarna dan ga ik Livia eruit halen. Want die is wel wakker, maar die ligt nog gewoon lekker een beetje te chillen. Nou, die laat ik dan altijd wel gewoon nog even lekker liggen. En dan kijk ik het gewoon even aan totdat ze er zo uit wil. Maar dat geeft me mooi de kans om even een bak koffie te doen. Mij even klaar te maken. En lekker het gemak te houden. Uiteraard klaar, maar ik ben vrij vandaag. Na 3 dagen of 2 dagen ingewerkt te zijn. Superleuk. Ik heb het nu al heel erg naar mijn zin. Dus ik heb alleen maar crèmes op mijn gezicht. Ik heb verder niks. Gewoon lekker neutraal. Dus ja, het is afwachten wat er deze week, de rest van de week allemaal gaat gebeuren. Ook betreft met de flat, want er wordt gewoon weinig aan gedaan. Dat vind ik best wel heel erg zorgwekkend. Ja, wat als het wel hoger komt en het loopt naar binnen. Goed, het is tijd om Livia uit bed te halen. Het is 9:15. Ze is gewoon in slaap gevallen en weer wakker geworden. Ik ga beginnen met het maken van een flesje. Dat doe ik eigenlijk altijd 's morgens bij haar. De ene keer krijgt ze een ontbijtje en de andere keer krijgt ze een fles. Nou, in deze dit geval krijgt zij een fles. Ze heeft gisteren van mij een ontbijtje gehad. Hallo meisje. Hallo meisje. Hallo meisje. Je bent helemaal omgedraaid. Je hoort met je hoofd aan de andere kant te liggen. Oh, ben je nog moe? Hoe kan dat? Een beetje slecht geslapen. Kom maar. Kom maar. Oh. Hi, goedemorgen. Hallo meisje. Goedemorgen mopje. Hallo. Hallo. Dat ben jij. Tijd om lekker aan te kleden. Livia is aangekleed en ze kreeg nog even een slap om. Hop. Zodat haar kleding gewoon schoon blijft. Ja. Heb ik. Oh. We zijn er gisteren trouwens achtergekomen dat ze tandjes heeft onderin. En we zijn zo blij. Ik hoorde het gisteren. Ze was gisteren aan mijn glas aan het nibbelen. En ik dacht al, ik hoor iets, hoe kan dat nou? Nou, en toen kwamen we dus achter dat er tandjes onderin zitten. Goed, Livia ligt lekker op bed. Ik heb net lekker mijn boterham gegeten, Livia heeft lekker gegeten. Ik probeer nu mijn horloge uit te doen. Ik wil niet echt werken. Want ik heb een lege horloge aangedaan. Dat werkt niet echt volgens mij. Dus ja, in ieder geval, ik ga even een tukkie doen. En dan zou je denken, why? Ze zijn hier buiten 's nachts bezig met stellingen loshalen die op de metro liggen. Dus het is echt helemaal drama. Kijk, daar ligt nog alles. Dus het is best drama. Dus ik heb 's nachts slecht geslapen. Kom, op bed.
Ik heb slecht geslapen. En gezien Livia en lekker ligt, ga ik ook even liggen. Goed, inmiddels terug van een ditje. Ik heb even mijn spijkerbroek aangetrokken. Ik heb weer eens wat broeken naar voren gehaald met van die wijde broekspijpen. Ik vind het echt ook wel lekker lopen, maar het is nu de hoogste tijd om te gaan koken. Het is 16:30, dus ik vind het een mooie tijd om te gaan koken. Ik ga even wat drinken en dan ga ik aan de slag. Ik ga vandaag namelijk pasta pesto eten met rode pesto. Dat heb ik namelijk in Dinant gegeten, toen ik daar pasta ging halen. En ik heb eigenlijk nooit pasta met rode pesto gegeten. En ik vond het zo lekker. Dus ik dacht, ik ga het vandaag gewoon ook maken. Alleen daar had ik pennen. En ik ga het maken met macaroni. Het is ook pasta, dus het maakt niet zo uit. Dus ik ben benieuwd. Ik ga daar beginnen. Ik ga heel even drinken en even mijn appjes lezen die ik allemaal heb gehad in de tussentijd. Dat mijn telefoon op de slaapmodus stond. En daarna ga ik beginnen het eten. Goedemorgen. Ik heb heel de nacht niet geslapen. Vreselijk. Het is donderdag. Het is 6:30 morgens. Ik moet zo werken, dus ik ben wel aangekleed en al. Maar ik heb vannacht dus niet geslapen. Ik ben ons voor bezig met van alles. En dat heeft dus als gevolg dat de hond daarop reageert. Want het is dus allemaal herrie, s'nachts en weet ik het wat allemaal. Maar het is dus als gevolg dat Tommy daarop reageert. Dus het was best wel drama vannacht, want ik heb dus de halve nacht Tommy gecorrigeerd dat hij stil moest zijn in plaats van te slapen. En ik moet zeggen, ik heb ook wel last gehad van alle herrie. Dus ik ben echt al vanaf 2:30 wakker of zo vannacht. Dus ik heb best moeite om op bed uit te komen. Maar goed, ik ben eruit. Ik heb een bak koffie gezet voor mezelf. Even een bakje drinken. Daarna ga ik even de hond uitlaten. En daarna dan zie ik het wel. Ik ga me er niet te druk om maken. Gelukkig mag ik nog meelopen, dus valt niet de volledige zorg op mezelf, want ik ben echt verrot. Ik dacht vanmorgen echt, ik wil slapen. Maar dat gaat niet. Maar ik denk als ik vanmiddag thuis kom, dan ga ik even wat gaan eten. Dan hoop ik dat Livia al in bed ligt. En dan ga ik denk ik ook gelijk even slapen. Want goedemiddag. Ik ben inmiddels weer wakker. Ik heb 1,5 uur geslapen. Zoiets. Ik ben echt kapot. We hebben vanmorgen een route gehad tot 12:30. 10:50 zo'n beetje. Allemaal goed gelopen. Dat wel. Ook een leuke route moet ik zeggen. Een nieuwe. Dus dat vond ik ook echt oprecht heel erg leuk. Maar ja, daar dus vroeg wakker geworden. Dus een beetje drama. Maar goed, ik ben nu inmiddels wakker. Ik heb een ditje gedaan. Dus ik ben wel tevreden. Ik ga even drinken en daarna ga ik denk ik even de hond uitlaten en Livia wakker maken. Die is wel wakker. Die hoorde ik net spelen in de bed tegen de spijlen aan tikken en zo. Dat doet ze altijd. Dus die is wel wakker. Ik haal zo even een watje om mijn ogen vandaan, want mijn mascara zit een beetje onder mijn ogen. En dan even de hond uitlaten, het eten doen. En dan vinden we het helemaal goed. We eten daarentegen vandaag makkelijk. Dus dat is fijn. Ik weet hetzelfde als gisteren. Pasta pesto met rode pesto. Ja, was gewoon even nodig. Gewoon even een makkie. Dus daar ben ik blij om. Goed, het is even tijd voor een kop koffie. Ik ben namelijk zo fitloos de laatste tijd. Dat is echt belachelijk. Ik heb amper energie. Ik ben hartstikke moe. Maar moet wel door. Ik vind het echt onwerkelijk. Heel vervelend.
Maar goed, ik ga lekker een bak koffie voor mezelf zetten, want die kan ik namelijk wel gebruiken. Ik ben echt onwijs moe, dus. En ik ga dat gewoon weer eens in zo'n sterk glas doen. Why not? Ik vind het gewoon weer eens leuk om te doen. Ik heb hier dus echt al mijn glazen en dingen staan. Die ik wil net blijven. En ik vind het vaak ook heerlijk om zo'n soort glaasje te gebruiken voor een bakje koffie. Dus dat ga ik doen. Maar wat ik zeg, ik ben de laatste tijd zeker dat ik vannacht nog niet heb geslapen en überhaupt slecht slaap. Maar ik merk dat het laatst echt wel een beetje de tol begint te eisen. Ik word echt heel erg moe. Moeilijk wakker. Tenminste, makkelijk wakker, maar moe de hele dag door. Dus ik vind het echt wel een beetje... Het belemmert me de laatste tijd wel gewoon erg. En dat vind ik ook heel jammer. Maar ja, ik doe er ook vrij weinig aan. Er is net niet hoog genoeg. Oh, ik wilde hem neerzetten, maar er is net niet hoog genoeg. Dan ga ik jullie denk ik gewoon zo moeten neerzetten. Haha. Dus dit omvalt, dan is en mijn glas kapot en mijn camera. Maar goed, in ieder geval, ik ben dus echt nog echt mega moe. Ik zit het ook nog in mijn ogen, jongens. Erg. Ik heb het nooit, maar ik word de laatste tijd zo makkelijk. Als maar om mijn kind draait en om mijn huishouding rond. Dan vind ik het best. En dat is gewoon super slecht. Want tuurlijk, ik ben er zelf ook nog. Ik moet zeggen, we hebben ook veel geouwe hoer. Om ons heen. Dus dat is ook wel een minpuntje. En zei ik, oh hoor, ja, dat hou ik even wel voor mezelf. Dus ik voel me bij dit als ik dat op sociale media gooi. Maar het is niet met ons als gezin, het is meer een beetje een familiesituatie, dat soort dingetjes. Dus dat is wel vervelend. Dus ja, nou, morgenochtend om een ochtend en dan heb ik lekker 3 dagen vrij. En dat heb ik denk ik nodig en dan ga ik Tom heel lief aankijken als hij zaterdag niks hoeft te doen. Of hij vrijdagavond en zaterdagochtend Livia vonden wil doen. Dat ik gewoon op tijd naar mijn bed kan en hopelijk gewoon even een aantal uur kan doorslapen. Want ja, een kind nemen is zwaar, dat weet ik. En dat zijn verantwoordingen. Maar ik merk heel erg, en dat is niet om Tom af te blaffen, maar dat ik heel erg alleen maar met haar bezig ben. Als het moet, maar ook als het niet moet. Ik vind het heel moeilijk om dat los te laten en het over te laten aan een ander. Ik ben toch gevraagd van, oh, doe ik dan wel even gauw. Terwijl ik haar prima los kan laten. We zijn 3 dagen zonder haar weg geweest en zo. En dat was echt wel even heerlijk, om misschien hard te zeggen. Maar ik had dat oprecht wel echt even nodig. Ik weet niet of Tom dat ook zo ervaarde. Maar ik had het heel hard nodig. Zal ik het de dop eraf halen? Ik had het echt heel hard nodig. En vandaar dat ik het ook echt wel lekker had om af en toe even eruit te zijn en er niet mee bezig te zijn. Dus als ze bijvoorbeeld eens een nachtje bij mijn ouders slaapt of zo, dan ben ik gauw het type dat zegt, weet je, ik ga mijn huis poetsen. Zodat het juist iets zou moeten zijn wat ik niet zou doen. Niet zou moeten doen. Dus ja, dat is wel vervelend. Maar ja, ik ga even mijn koffie doorrollen en dan ga ik deze opdrinken. Ga ik Livia eruit halen, ga ik Livia eten geven. Eet ik zelf wat later, want ik heb nog niet echt trek. Kijk, hier stonden jullie op. Ik heb zelf nog niet echt trek. Ga ik even de boel een beetje opruimen. Ga ik alweer. Snap je dat bedoel ik? En even zometeen als Livia aan het spelen is even een Swiffer door het huis heen halen. Want er ligt van alles op de vloer en daar irriteer ik me een klein beetje aan. Dus ik vind gewoon dat het een beetje opgeruimd mag zijn. Dat is het ook wel, maar het mag iets beter. Dan heb ik morgenochtend nog een meeloproute. En ik moet zeggen, dat vind ik wel heel erg... leuk, dus een collega die ik niet, waar ik niet eerder ben meegelopen. Dus dat vind ik ook weer heel leuk. Daar kijk ik echt heel erg naar uit. En ik kijk er stiekem heel erg naar uit om deze komende maand even een momentje voor mezelf. De stad in, naar de Primark en naar de Action en dat soort winkeltjes. En het huis een beetje herfst aan te kleden. Ik vind het heerlijk om een beetje mee te gaan in die seizoenen. Nou, de zomer doe je vrij weinig. Maar ik vind het gewoon leuk om
wat decoratiedingetjes voor de herfst. En een leuk bruin kussentje op de bank. En dat soort dingen. En ik denk dat ik dat mezelf ook wel eventjes ga gunnen. Misschien volgende week, misschien de week daarna ga ik met Tom even over hebben. Of die dat ook goed vindt natuurlijk. Maar ik denk dat ik wel even nodig heb. Gewoon eventjes lekker eruit. Dus nou is lekker Livia mee. Even naar de stad. Lekker eventjes wat eten daar. Of wat drinken daar. Eten hoef ik niet per se. Even wat drinken daar. Lekker rondje met Livia. Ik denk dat ik dat wel ga doen van de week. Ik denk dat ik dat ook wel even heel erg goed ga doen. Maar in ieder geval nu een bak koffie. En morgen nog weer. Mijn kleine meisje is weer wakker. Hallo. Hallo. Kom je even kijken, ga je even staan? Ik vind het af en toe ook nog zo onwennig om dan te zien dat ze gaat staan. En dat ze dan echt ergens naartoe gaat. Nu ook, ze staat op tenminste. Er zit een knuffel tussen, maar ze doet het best. Maar ze staat op en dan komt ze helemaal kijken van, oh, wat is dat voor moois. Zeg maar hallo. Ja, maar dit vindt ze leuk hoor. Dit vindt ze leuk hoor. Mijn lekkere meisje. Ik ben net gebeld door het ziekenhuis. En dat vind ik wel eventjes een leuk iets om te delen. Ik ben ook lekker uit focus. Maar Livia is officieel ziekenhuisvrij. We gingen natuurlijk om de zoveel tijd even naar het ziekenhuis met haar naar de kinderarts. En dat soort dingen. Wat het qua voeding en alles niet helemaal lekker ging. Maar nu hoeft dat niet meer en is alles gewoon helemaal goed. En daar ben ik zo blij om. Echt oprecht. Heel blij. Nu is ze boos, want ze ligt in een positie die ze zelf niet lekker vindt liggen. Maar ja, dat doet ze zelf. En nu wordt ze boos. Ik heb een drama queen, kan ik je vertellen. Er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand. Aanstelleritis noemen ze dat. Dus ja, ik ga even lekker spelen met mijn dochter. Zometeen even lekker eten geven. En dan is het goed geweest. Zometeen zelf eten. Ik ga haar eten in ieder geval niet opwarmen. Ze staat al wel klaar. Dus dat kan ze lekker eten. Ze eet rijst met koolvis. En dan heeft ze dat gewoon weer lekker op. En kan ze dan meteen nog lekker gaan spelen. Het is vandaag, let me check, maandag 9 september. Ik heb al even een paar dagen niet meer gevlogd. Er is eventjes een hoop gebeurd. En ik heb afgelopen week natuurlijk mijn allereerste inwerkweek gehad. Wat super goed is bevallen en gelopen. En weet ik het wat nog meer, dus daar ben ik wel heel tevreden over. Ik ben vandaag, ik ben gisteren alleen aan het shoppen geweest met Livia. En vandaag ben ik met mama aan het shoppen geweest met Livia. Waaronder ik onder andere deze leuke Boo Halloween mok heb gescoord. Super schattig, ik vind de kleur heel leuk. Ik heb kleedjes voor Livia gescoord, jasje en ik heb nog wat aangekleed herfstachtige dingetjes voor in de slaapkamer. En de badkamer heeft nieuwe vloerkleden voor in de badkamer en dat soort dingen. Dus ik ben tevreden. Alleen moe. Oeh, ik ben zuur. Oeh, heb ik heel de dag al. Eigenlijk verder niet heel veel gekke dingen gedaan de afgelopen week. Ik dacht ik ga zo meteen deze vlog editen om te uploaden. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel een heel erg beetje vervallen vlog van de afgelopen 3 weken. Beetje bij elkaar geraapt. Maar ja, ik wil wel er toch iets van gaan maken. Dus dat gaan we doen. Ik ga zo lekker mijn laptopje erbij pakken en even editen. Met een bak koffie, lekker op de bank, chill. TV'tje aan. En dan wil ik zometeen eventjes nog door het huis snel even een mop doorheen halen. En heel misschien, maar ik ga het niet proberen, tenminste ik ga het proberen niet te doen, dat bedoel ik. Even slapen, maar ik wil eigenlijk wakker blijven en dan vanavond gewoon een beetje bij tijds mijn bed in. Tom zijn wekker ging namelijk vanmorgen om 2:30 en vanaf die tijd ben ik ook wakker, heb ik gewoon niet kunnen slapen. Dus ja, is wel echt een nadeel. Maar ja,
Ik moest er nog heel eventjes naar beneden toe. Even een paar dingetjes halen. Even aardappelpuree halen, want ik wil het eigenlijk maken, maar heb ik niet zo heel erg veel zin in achteraf. Dus ik hou het makkelijk vanavond. We eten vanavond, omdat Livia en ik natuurlijk samen eten, eten we vanavond andijvie met geruild gehakt en aardappelpuree. En dat lekker door elkaar heen als een maaltje. Livia, die eet wel. Tenminste, ik twijfel een beetje. Ik denk dat ik wel gehakt ruw, maar ik denk dat ik dan zo ook nog even een pak met van die kleine balletjes gehakt haal. Dat ik voor Livia dan geruild gehakt erdoorheen kan doen. En dan voor mezelf een beetje geruild gehakt, maar ook wat balletjes gehakt erdoorheen. Gewoon simpel. Ik ben best wel moe door het vroege opstaan van Tom. Ik ben dan ook vaak wakker en dan slaap ik niet meer. Ja, zo dus ook vanmorgen. Dus ik probeer me eigenlijk een beetje bezig te houden. Dus ik ga zo meteen mijn dingetjes doen. Livia die slaapt nu, dus dat is fijn. Dat is wel heel erg fijn, kan ik je vertellen. Ik ga zo even gauw op mijn slippertjes naar beneden. Het is wel echt takken weer aan het worden nu. Het is echt heel vies weer aan het worden. Maar het is niet anders. Ik ga in ieder geval even mijn dingetjes doen. En dan even naar beneden. Even daar de boodschappen halen. En uiteraard zo even de vlog editen. Dus ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Sorry dat het een beetje verdraaid was in 3 weken. Maar ik hoop dat je er blij mee bent. En dat je het leuk vond. Ik bedank jullie voor het kijken. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. En ik ga zo meteen gelijk weer een nieuwe vlog starten. Dus dat is altijd leuk. Tot de volgende keer.